Maar ik verschiet er nu zelf van. Ik heb hier al dagen gezien dat er bijna geen volk was, maar nu is het toch wel ongelooflijk, hè? Zien dat ze hier allemaal lopen, hè? Daar ook, amai. Hier aan de linkerkant was vroeger dat eetsalon. En dan is er een koekjes soort bakkerij gekomen. Het zat er nog op hierboven hier. Morkoekjes, ik wil het hier nog zien. Die twee zaken en veel op redelijke korte termijn die dan weggevallen zijn. En sindsdien blijft dat hier maar te huur. En dat is hier de een na de ander. Die blijft natuurlijk hiernaast en er ook rechterover. Hè. Een heel vervelende hoek hier. Je hoort ook altijd als er hier toeristen komen of zo, direct commentaar over deze hoek hier. Hier de kruidvat. Oh, ik heb nog wat tijd voor mijn bus, ik kan hier nog even binnen. Maar je ziet ook aan Zuidpolder, is dat vol met volk. Hè? Daar, het is gewoon niet het probleem dat deze locatie niet meer wordt bezocht. Ja, wij kopen ook niets die overbodig is. Echt de belangrijkste zaken. Maar we kijken natuurlijk wel wat er verkocht wordt. Hè.
Yes. Oké, okay, bedankt. Ja, ik ga niet verder naar buiten. Ik ben er zo, dat is het. Hier voorkomen ze ook trolleys, bijzonder interessant voor deze regio. Goedendag. Goedemorgen. Gaat de winkel hier blijven bestaan? Omdat het is hier zo stil, ja. Toch ja, maar wel. Niet er wel. Ja, het staat in de planning dat wij gewoon blijven bestaan en op dezelfde plek blijven zitten. Ah ja, toch alhoewel, ja. Alhoewel zijn de plannen om alles van deze kant van de stad zoveel mogelijk naar de andere kant te doen. Naar de andere kant te doen, ja, ja. Ja, dus ons plan staat wel te koop, maar wij zijn de komende tijd absoluut nog niet weg. Ah ja, oké, okay, is goed. Ja, bedankt. Zo, beste mensen, interessant. Hè? Dus als tussendoor ook niet de perfecte zaak voor de gezondheid, maar wow, iedereen kent dat. Is er water bij, je hebt dan zo'n soep. Ja, ik heb dat inderdaad gehoord. Ze willen dus zoveel mogelijk zaken naar de andere kant brengen, daar aan de campagne. Het nieuwe gedeelte, er komen er ook nieuwe gebouwen bij met winkelruimte. Dus een moderne plek, dat is wel een feit, maar bon. Zoals iedereen ziet hier, het is een enorm lange straat en dan kom je hier. Het is ook wel vermoeiend. Ik moet zeggen, het is echt een serieus stuk om te wandelen. Zo, ik ga dat hier even inpakken in mijn Action tas. Dat vind ik altijd zo vervelend hier, dat ik een boodschap kom doen met die bus eenmaal per uur. En ik kan niet terug. Dus ik ben verplicht opnieuw een uur te blijven. Om voor mijn retour. Bon, het is momenteel 9:30, dus dat is nog een half uur voordat je dat mijn bus hebt. Dat is echt niet normaal voor een dergelijke stad. En daar remt ook het toerisme af. He. Ik zeg, iedereen die hier komt, je doet een boodschap en je een uur voor terug te keren, allee, dat is niet normaal. Dan hier de locatie van de voormalige CNA. Dat was ook nog een punt, tenminste dat hier wat volk had. Allee, ze zeggen niet voldoende volk, maar bon, er was toch beweging. En voor de rest hier, ja, die kringloopwinkel. Vroeger was een Action hier in de hal daar. Bakkerij Bart, en dat was een heel ander beeld.